Nou, vandaag 6 december, Sinterklaas is gisteren geweest. Ik heb een leuk cadeau gehad voor mijn duikspulletjes. Ja, als ik uit het water kom, kan ik alles op mijn zeiltje uitdoen. En dan die tas dicht doen. En dan is al het natte spulletjes mooi opgeborgen. En dan kan ik het thuis uithangen. Dus ik was blij met Sinterklaas cadeautje. Sinterklaas, nog hartelijk bedankt. Vandaag 6 december, Sinterklaas is echt jarig en gaat zo het land uit. En ik dacht, ik ga even naar de speeltuintje toe in de regio. Even kijken of ik nog wat kan vinden en even mijn hoofd leegmaken. Jongens, ik kom zo meteen bij jullie terug. Hopelijk als ik weer een vondst heb. Het is een ijzeren buis. Ja, ik denk van een oud speelapparaat of zo. Dus gooi het gat weer netjes dicht. Houdoe, tot de volgende vondst. En daar komt die. De eerste van vandaag, jongens. 10 centjes. Ja, nou ja, ik ben er blij mee. Dus je gaat in de spaarpot straks. Nou, moet ik jullie zeggen. Ik heb van de week mijn spaarpot eens weggebracht naar de bank. En hij zat 2/3 vol. Het was toch €491 wat ik bij elkaar verzameld heb in al die tijd. Dus ik was er weer blij mee. Lui, hopelijk volgen er meer van die muntjes. Of iets anders bijzonders. Iedere vondst is er altijd één. Dus lui, tot zometeen. Hoogste haalte, 3,24. En dat is gat. En het is even zoeken, maar er komt toch weer wat uit. Kijk, ik ben er weer blij mee. Het is een heel kleintje. Maar weer even bij de verzameling. Kijk toch eens. Een heel klein dingetje. En het is toch zilver. Ja, dus met een klein rood steentje, jongens. Lieve eerstbeestje, denk ik. Nou, kijk toch eens. En ik dacht eigenlijk van het zal wel weer een dorpdop zijn. Maar goed, zoals je ziet, als je niet graaft, zou je het niet weten.
Dus mijn advies, gewoon graven. Dat gaat alle kanten op. Nu komt hij. Toch weer een 10 euro centje. Ja, nou ja. In de pocket. Op naar de volgende. En ze worden wat groter. 20 cent. Nou. Heb ik het dan. En we doen het schat. Keurig netjes dicht. Even stampen. Zo. En jullie zien. Het gras kan weer lekker ja, verder groeien. Ik ga het dicht moeten gooien. Voordat ik er nog een keer overheen ga. Ja. Nou, wat gebeurt er? Ik gooi hem dus dicht. En ik ga er weer overheen. En blijkbaar zit er nog een muntje in. We maken het gat toch weer even open. Nog een tweede munt, jongens. Komt Jan? Happy die thee. En een echte euro. Jullie zien het jongens, kijk. Je legt er al een tijdje in. Hallo. Ja. Nou jongens, dit is weer een euromuntje wat ik gevonden heb. Dus op naar de volgende munt. Gooi het gat weer netjes dicht. Eerst even kijken of er nog wat anders in legt. Nee, nou is het echt leeg. Dus tot zometeen weer. Houdoe. Ja, vroeger zei iemand altijd wel eens hats en flats als je hier wat vond. Dus heb ik er een, had je weer. Nou jongens, weer eentje. Maak weer netjes dicht. Hey luidjes, nou ik heb de nodige muntjes mogen vinden. Eén ringetje. Ja, het nodige rotzooi, treklipjes en andere troep natuurlijk. Ja, kan niet uitblijven. Dus ik ben tevreden. En ik ga zo lekker weer richting huis. Kijken of de kerstboom al staat. Lekker chocolademelkje. Slagroom erbij. En dan gaan we lekker ons gangetje gaan doen. Lui, tot het volgende zoekfilmpje. Houdoe!